Hi iedereen, ik moest echt nodig weer naar de Action. Ik had zelfs een heel lijstje gemaakt met alle spulletjes die ik nodig had. Dus Daan en ik zijn net naar de Action gereden en we hebben wat spulletjes geshopt. En het leek ons leuk om daar een shoplog over op te nemen voor jullie. Ja, en dit keer is het een combinatie met een toko shoplog. Want ik moest naar de toko en we dachten het is wel leuk, want we weten dat we ook mede-indo's hebben bij onze kijkers. Dus misschien herken je dingetjes die we hebben gehaald. En ik vind het persoonlijk zelf ook altijd leuk om te zien wat andere mensen kopen. Ja, als het gaat om inderdaad. Indofood. Dus we wachten een heel groot aantal lekkere en leuke spulletjes. Dus het is echt mega veel als ik zo rondkijk. Dus laten we gewoon gelijk beginnen. Nou, het eerste item waar ik mee begin is hier bijna in elke shoplog video of Action shoplog video van mij terug. En dat is weer een 3-pack Kinder Bueno's. Gewoon super lekker. Moet ik gewoon altijd hebben. Deze gaan zo meteen open. Ja, ik krijg wel eentje toch? Oh, oké. En voor Sylvester heb ik wat lekkers gehaald. En het zijn gewoon van die katten sticks. Om, gewoon om te snoepen voor de kat. Met vissmaak. En deze waren maar 1 euro. Oh, voor alles? Ja. Oh, dat is vet veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zaten er 10 in. Nou, ik heb een nieuwe waterkoker gekocht. Ik had al eentje van de Action, maar dat was echt de allergoedkoopste witte. Die je daar misschien vast wel zien liggen. Maar ik vond hem gewoon toch niet heel erg fijn. Dus ik dacht, ik ga gewoon een nieuwe nemen. En deze is de duurste volgens mij die ze hebben. Hij was 15 euro, dus dat is alsnog goed te doen. En ik ben heel erg benieuwd of deze een stuk fijner is. Dan heb ik vitamine D van Davitamon gehaald. Want een vriendinnetje zei tegen mij dat het haar echt hielp in de winter tegen een winterdip. En er is natuurlijk ook minder zon, dus je maakt minder vitamine D aan. En ik dacht, ik kan het altijd gewoon een keertje proberen. Ik ben heel erg benieuwd. Laat maar weten hoe het is. Ja, of het werkt, hè. Deze was 4,95 en er zitten er 200 in. Maar je moet er 2 per dag nemen. Dus je kan er 100 dagen mee doen. Dat is best wel lang. Dat is prima, ja. Ik vond het wel goedkoop eigenlijk. En ik heb van Airwick een navulling gehaald. Gewoon om geur te verspreiden. Ja, dus ik heb zoveel dingen om mijn huis lekker te laten ruiken. Het is niet dat ik geur is, maar ik vind het gewoon lekker om... dank je. Om geurkaarsen en stokjes en dat soort dingen te branden. En dit ding kost €2,39. En ik hou er ook van om mijn huis lekker te laten voelen. Of mijn appartement eigenlijk, zo maar te noemen. Dus ik heb een badmat gehaald. Ik wilde er echt al een tijdje eentje. En deze zag er best wel goed uit. Ik heb een grijze vloer, dus daar past deze grijze ook wel mooi op. Dan valt het niet al te erg op. En hij voelde wel chill. Ja. En deze was volgens mij €3,99. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dan heb ik ook weer een nieuwe babyolie. En nee, ik heb geen baby. Ik ben zelf ook niet een baby. Maar ik vind het super fijn om een olie te gebruiken voor mijn lichaam na het douchen. Omdat het heel makkelijk is. Ik breng het zeg maar aan en daarna droog ik me nog of dep ik me af. Maar dan blijft het toch nog voldoende op zitten. Want als je me echt een body lotion geeft, dan vind ik altijd wat vervelender. Dit is gewoon super makkelijk en snel. En deze was €1,28. Hij heeft niet echt een geur. Niet een heel opvallende geur, maar dat vind ik niet erg. Want dan clasht dat niet met een parfum, zeg maar, die je draagt. Dus dit is echt top. En dit is... Oké, het gaat niet letterlijk zo, maar het gaat wel ik doe er denk ik 2-3 weken mee. Echt? Met 1 zo'n fles? Denk ik. Elke dag? Ja. Ik heb ook nog een nieuwe aansteker, want die was op. En deze zijn altijd heel erg fijn om zeg maar van die grote kaars mee aan te steken die wat dieper liggen. Anders brand je echt je vingers. Dus ik dacht, je nagel en zo. Ja, dat doet echt pijn. Dus deze vond ik heel erg fijn. En die was volgens mij €1,40 of iets dergelijks. En dan super huishoudelijk heb ik hier de Static Duster. Dat is eigenlijk een soort van neppe duster van Swiffer. Ja. Dan heb ik Static Dusters doekjes. Dus dat is ook weer eigenlijk een fake Swiffer, maar dan de doekjes. Ja, weet je, Swiffer is wel echt prijzig. Dus ik ben gewoon benieuwd of deze ook gewoon goed werkt. Maar heb je zeg maar de Swiffer staf? Ja. Oké, want ik had hem laatst van Action. Dat ding ging elke keer, viel die uit elkaar. Ik vond hem echt vreselijk. En dan heb ik hier de Moist Floor Wipes. Ja, ze zijn al hele wilde spullen. Ja, echt. Deze shoplog. En toen kwam ik ook dit tegen. Dit is de Spray and Go Toilet Bowl Spray. En misschien ken je wel Poopery of VI Poo. Misschien uit de reclames. Heb het ook een keer genoemd volgens welke mij. Welke hebben wij ook alweer? Ik heb ze alle 2. Oh, oké. Okay. En die zijn... Die fantastisch. Zit 5 euro of zo, toch? Nee, echt super duur. 7 euro misschien? Poopery is $9 voor een klein flesje. En dan heb je de grote, die is 15 had ik nog gezien. Wow. En dan is VI Poo is ook €8,95 of zo. Oh, is het zo duur? Oké. Toen had ik hem op een beurs gehaald voor €7,50. Oh, fuck. Oké. En deze zag ik dus bij de Action staan. Dus ze hebben er 3 geuren van. Dit is roos, je hebt ook nog lemon en je hebt ook nog lavendel.
En ik heb ook de roze genomen omdat ik zelf ook het van het andere merk ook roze heb. Dus ik kon goed vergelijken. Want deze is 95 cent. Dat is echt niks. Dat is niks. Toch? En ik rook heel eventjes snel aan het dopje. Maar en het zullen we anders gewoon heel even uitleggen wat het is? Voor degene die niet weet wat het is. Dit is dat gaat echt heel dom klinken. Als je naar de wc gaat en je moet een nabbel toeleggen, dan kan het nog wel eens een beetje meuren. En dan is het idee van zo'n spray dat je dus sprayt voordat je naar de wc gaat. Ja. Ga kakken. En dan ruikt het dus niet. Dus je moet wel weten dat je number 2 gaat doen. Ja, je moet het wel een beetje aanvoelen. Maar ik denk dat het sowieso wel handig is. Voel je toch? Maar het is gewoon, als je dat, ik heb het op de wc neergelegd. Van als mensen dan bij mij op bezoek komen, die moeten kakken, dan voelen ze zich niet bezwaard. En als je het meeneemt op vakantie en wij zitten altijd met z'n drieën in de kamer met Serena erbij, ja, dan is het ook super irritant als één iemand loopt te meuren en andere die andere douchen of zo. Mm-hmm. Dus het is super praktisch. Dus ergens awkward, maar tegelijkertijd ook niet. Lifesaver. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze goed is. Het is wel leuk om dit te reviewen. Ja, toch? Nu gaan we verder met heel wat anders. Ik heb namelijk ook nog eentje van Patak's Original meegenomen. Het is een potje met butter chicken. Die doe je gewoon chicken bij natuurlijk. En kip, groente eventueel, en rijst. En heb je lekker, wat is het, Indiase curry. Dit is een prullenbak en die heeft Larissa gehaald voor €3,50. Ja, volgens mij wel. En hij is gewoon tof, hij is van koper, hij is een beetje gedraaid zo, is wel een beetje hip, happening. Ja, wel grappig, de vrouw bij de kassa die zei dat je ook een lamp van kon maken. Ja, omdat er een gat in zit waar een fitting doorheen kon. En dan, ja, leuk man. Vond ik wel een leuk idee. Dat is wel een leuk idee. Nou, verder heb ik ook nog even de usual gehaald. Het zijn van die watjes, maar dan de grote. Die vind ik altijd weer heel erg fijn. Ook nog een doos met tissues. Die gebruik ik ook altijd voor op mijn make-up en nachtkastje. Vind ik altijd heel chill. En ook nog, dit zijn de laundry bags. En dat is heel erg fijn om je spullen in te doen als je gaat wassen. Ja, ja, of als je zeg maar grote dingen hebt, dan kan je de sokken in doen. Of kleding, als je niet wilt dat het gaat lopen uitrekken. Deze waren heel goedkoop. Deze waren volgens mij 75 of 74 cent. Maar ik pin me er niet op vast. Ik weet niet 100% zeker. Super cheap in ieder geval. Deze wasjes die zijn ook dus 50 cent of zo, denk ik. 50, 80 cent. En deze tissues zijn €1,70. Iets in de richting. Dus ja, lekker voorraadje weer van alles. Nou, dat was alweer de Action Shop blog. We hoopten eigenlijk nog veel meer te kunnen vinden. Maar de collectie viel op dit moment, denk ik, een klein beetje tegen. Tenminste, het zijn wel leuke dingen. Maar ik heb eigenlijk alles al voor in huis. We hebben genoeg prulletjes en versiezels en decoratie. Ik hoef niet nog een kreuk en nog een mand. Ik had wel een mand willen hebben voor een plant die ik in huis heb. Maar de mand die ik zag was niet mijn stijl. Dus ik ben ook wel een beetje kritisch. Maar laten we verder gaan met de Toko shoplog. Want daar zijn we wel goed geslaagd. Vooral Tara. Ik zie echt super veel lekkere dingen. En we hebben ook een paar dingen om uit te proberen. Ja, eerst wat we hebben gehaald of in het mandje hebben gegooid was de Old Jamaican Ginger Beer. Dat kan je ook wel in sommige supermarkten halen, maar niet degene bij ons in de buurt. Dus ja, we hebben het gewoon gehaald bij de Toko. En ik vind het persoonlijk heel erg lekker om te gebruiken in mijn Moscow Mule. Dus dan doe je gemberbier, een shotje vodka en wat schijfje limoen. Soms ook wat komkommer, vind ik zelf wel lekker. Maar jij drinkt het zonder. Ja, ik loop ook echt vanaf het begin dat we deze video opnamen. Ik kies van, dorst. Dus ik ga hem eventjes openknallen. En ze zijn 95 cent, dus ik vind het best wel prijzig voor gewoon een drankje. Maar ja. Hier. Zo heel erg chill. We stonden eigenlijk al in de rij voor de kassa en toen dacht ik, ik ga nog eventjes spieken. En toen kwam ik deze mochi tegen. Volgens mij heb ik het wel eens eerder geprobeerd. Tara volgens mij nog niet. Nee. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon kopen en dan gaan we het gewoon even proberen om te zien wat we ervan vinden. Want ik kan me dus niet goed meer herinneren of ik het wel of niet ken. Mm. Nou, hier heb je dus de green tea en de red bean. Dus welke wil je hebben? Ik weet niet. Ik ga voor groen. Hij zag me heel zacht. Ik heb nog geen vulling nog. Licht zoet. Ik vind het vooral heel zacht. Mag ik eens die proeven? Ik vind het wel lekker. Maar niet lekker zoals ik ooit heb gegeten of zo. Wat vind je die lekkerder? Zeg maar, ik vind klepon lekkerder. Volgens mij vindt mijn vriend het ook gewoon super lekker. Dus aan hem kan ik het ook wel kwijt. Dit was volgens mij €2,15 uit mijn hoofd. Bij de Toko heb ik in ieder geval Bami gehaald van Indomie. Maar ik heb er 40 gehaald in een doos. Het is altijd een soort van, ik vind het lekker om heel veel voorraad te hebben. Dus dat vind ik dan heel erg fijn. En het is heel erg goedkoop. Dus dat is maar €10,95. En wat wij dus met Bami's op doen is, wij maken het vaak ook wel wat interessanter. En dan gooi je er dingetjes in als een ei. Achar Champoor heb ik ook gehaald. Dus Achar Champoor was €2 voor een hele grote pot. Yes. Het zijn een beetje zure groenten.
Dan heb ik gebakken uitjes. Ook een flinke zak. Ook 2 euro. En sambal, die was op. 2,20 euro. Nou, nu we het dan over buinbezoek hebben. Ik belde ook eventjes mijn vriend op toen we in de toko waren. Ik moest ook nog deze fan meenemen. Dit is een ander merk. Ik ken het niet. Nissin. En dat is de Black Garlic Oil smaak. Mm. En die vond hij helemaal geweldig. Dus daar moest ik er eventjes 4 van meenemen. En deze waren volgens mij 70 cent per stuk. Nee, dus eet het altijd duurder. Als ontbijt, toch? Ja, mijn vriend eet het inderdaad als ontbijt. Vindt hij heel lekker. Behalve door de week als hij naar zijn werk moet. Maar dit vindt hij echt helemaal geweldig. Dus dat zijn deze. Dan heb ik nog wat snackies meegenomen. Ik heb Rempeyer. Spreek het goed uit eigenlijk? Ik weet niet eens. Rempeyer. Ik wist de naam niet. Rempeyer. Ik ken het wel. Maar... ik weet het niet. Mama die spreekt het dan altijd uit. Of ineens op een Indo manier. Dan, je weet wat ik bedoel, toch? Mm-hmm. En dan kan ik het niet. Rempeyer, denk ik. Nou, laat maar even weten hoe ik het uit moet spreken. Spijt me als ik het nu echt 100 keer verkeerd heb gezegd. Maar het zijn met pinda's. Dat is heel lekker. En empien, want dat is echt mijn favoriete bittere koekboek. En even kijken. Rempeyer was 2,55 euro. Empien was 1,75 euro. Heb ik ook nog een zakje pitjampetjes. En want ik vind dit gewoon echt zo ontzettend lekker. En het is op zich wel een bescheiden zakje. Dus ja, dat is ook wel weer mooi. Klein. En ik weet niet meer precies hoeveel dit was. 1 of 2 euro denk ik. Dus, maar deze gaan waarschijnlijk in de ene avond gewoon op. Ik heb ook nog rijst meegenomen. Pandanrijst. Die is heel lekker geurig. Ik heb niet de allergrootste zak meegenomen. Want ik heb gewoon geen plek om zo'n hele grote zak neer te zetten. Dat is volgens mij de 10 kilo zak. Ja. Toch? Ik heb de 4,5 kilo zak. Maar ik vind het wel fijn om het in zulke grote porties te kopen. Want rijst moet je gewoon altijd in huis hebben. En... ik heb het gevoel alsof je net iets sneller rijst gaat eten als je zo'n grote zak hebt staan. Ja, het zit gewoon in je handbereik, zeg maar. Precies. En deze was 9,95. En de volgende is ook weer een lekker drankje. Dit is de siroop met rozensmaak. Ik noem het altijd stroop susu. En dat zie ik alleen hier op staan. Nee, dus ik weet niet zeker hoe... aan die naam komt, maar vroeger noemden ze het wel, toch? Ja, zo? Omdat de rozen gewoon is het niet gewoon... het hoort eigenlijk. Ik heb toch wel de goede gekocht? Ja, dit is de goede, maar misschien hebben ze toch gewoon de verpakking iets veranderd. Maar dit is serieus zo ontzettend lekker. En wij doen dit vaak met gewoon melk toevoegen. Dan krijg je een soort van lichte, rostige, kleurig melkje. En het smaakt gewoon heel erg lekker. Ja. Vooral, ik hou namelijk niet van gewoon melk drinken. Dus ik deed altijd dit erbij. En dan kreeg ik toch mijn melk binnen. Calcium. maar ik vind het heel erg lekker. Ja, en je kan er natuurlijk ook... ik kan er niet op komen. Je kan er ijs Shanghai van maken. Recept hebben wij een tijd geleden gedeeld. Het recept voor ijs Shanghai en Jandel. Links zullen we in de beschrijving delen. Want dat is alweer vanaf in de zomer met Daily Twin Life. Ja, precies. Dat is heel erg zo lekker. Zo ontzettend lekker. Dus dat wil ik ook weer binnenkort gaan maken. En ik heb nog wat andere ideetjes ermee. Maar dat komen jullie waarschijnlijk wel een keertje tegen. Hoe dan ook, de prijs. Volgens mij heb ik er trouwens ook een Starbucks drankje mee gemaakt. Kan oh, die wacht. Je hebt het voor mij afgerekend. Dus ik weet de prijs niet. Starbucks drankje? Met deze? Nee. Wel? Ja. Oh, jawel. De suikerspin? Nee, de milkshake. Dat is niet van een roze... ja, klopt. Ja, dat, als we die kunnen vinden, zullen we die ook in de beschrijving neerzetten. Want dat was ook een super geslaagd drankje. Was een Starbucks drankje hiermee. Ja, zoals jullie weten zijn Larissa en ik Indo. We zijn Nederlands, we zijn Indonesisch. We hebben ook een vleugje Chinees, Engels en Deens in ons bloed zitten. We krijgen heel vaak de vraag van wat is jullie afkomst. Ja, dus bij deze, nu weet je het. En we kennen wel heel veel producten. Maar mocht jij nog iets hebben waarvan je denkt, dat hebben ze nog nooit geproefd. Of dat moeten ze proeven. Als het gaat om Indo food, laat het ons zeker even weten. Ja, en we zouden het ook heel erg leuk vinden om überhaupt gewoon jullie afkomst te weten. Dus ben je misschien Nederlands of Turks, Marokkaans, wat dan ook. Laat eventjes in de comments, of laat eventjes een comment achter met daarin wat jouw afkomst is. En dat is super leuk om te lezen waar iedereen vandaan komt. En wat we dan zouden moeten proeven uit jouw land. Wat zeg maar, en als je mag maar één ding noemen. Wat je allerlekkerste vindt. Als we er echt... nou, we hopen dat jullie het leuk vonden om deze mega shoplog action toko shoplog te zien. Geef ons vooral een duimpje omhoog en laat ons dus gewoon eventjes weten in de comments waar je vandaan komt. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Nou, doei! Doei.